Welkom bij EcoCheck, de podcast van ING die de economische actualiteit op een toegankelijke en duidelijke manier uitlegt. Om de twee weken buigen onze economen zich over de meest besproken gebeurtenis en analyseren zij de economische en financiële gevolgen voor u of uw onderneming. Vandaag is uw gastheer Peter van den Houten, hoofdeconoom bij ING België. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast EcoCheck. Deze keer gaat het over de overheidsfinanciën binnen de Europese Unie, die weer op de voorgrond zijn getreden met de publicatie van het rapport van de Europese Commissie. In dat verband is de chaotische politieke situatie in Frankrijk ook niet zonder belang en de gevolgen op de obligatiemarkten zijn al zichtbaar. We luisteren naar de analyse van Peter. In juni denken wij meestal aan onze volgende vakantie. Maar als het gaat over begrotingsdiscipline in de Europese Unie, zijn de feestdagen of de vakantiedagen echt wel voorbij. Een woordje uitleg is hier wel op zijn plaats. En let op: ja, het is typisch Europese procedure met heel wat jargon. Maar ik probeer er zo duidelijk mogelijk door te fietsen. De Europese Commissie houdt normaal gezien toezicht op macro-economische onevenwichten van de lidstaten als onderdeel van wat bekend staat als het Europese semester. Een belangrijk onderdeel hierbij is het toezicht op de overheidsfinanciën. Het is in feite een versterkte controle van de. Maastricht criteria die iedereen nog wel kent. Weet u nog wel, die 3% of maximaal 3% begrotingstekort en maximaal 60% schuldratio? Wel nu, het Europese semester en in het bijzonder de volgende begrotingsregels, ja, dat is, ik fitst een beetje op hetzelfde elan verder. En dat moet ervoor zorgen dat de cohesie binnen, ja, binnen de Europese Unie bewaard blijft of zelfs versterkt wordt. De begrotingsregels die de lidstaten verplicht zijn te volgen, werden weliswaar opgeschort tijdens de COVID-pandemie en nadien en na de inval van uh, Rusland in Oekraïne. Maar sinds 30 april van dit jaar zijn ze weer volop van kracht zij het in een licht gewijzigde versie. Dus ze zijn tijd wat hervormd uh, met clausules die meer na te krijgen op of die meer ruimte bieden, onder andere voor defensieuitgaven. Zoals de leerlingen op het einde van het schooljaar, hebben de lidstaten recentelijk van de Europese Commissie een rapport gekregen met betrekking tot de overheidsfinanciën. Concreet heeft de Commissie een paar buizen uitgedeeld, om het in het studentenjargon te zeggen. In België, Frankrijk, Italië, Hongarije, Malta, Polen en Slovakije verwacht de Commissie dat de tekorten zowel in 2023 maar ook in 2024 te hoog zullen zijn. De Commissie kan echter rekening houden met de omstandigheden. En dat is het geval als de schuld niet al te ver van de 60% ligt en de tekorten ook nog dicht tegen de 3%-grens liggen. Als het tekort volgens de Commissie een tijdelijk karakter heeft, ja, dan kan er gedelibereerd worden maar ook de stijging van de defensieuitgaven kunnen een rol spelen. En als de lidstaten de opgelegde hervormingen en investeringen in het kader van de EU-herstelfondsen naleeft, dat, dat kan ook meespelen in het eindoordeel. Uiteindelijk stelde de commissie voor om, wat men noemt, buitenspo buitensporig tekortprocedures op te starten, tegen vijf landen in de eurozone, met name Frankrijk, Italië, Malta, Slovakije en ook ons land België, en voor Hongarije en, Bo en Polen buiten de eurozone. In feite kan de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 126 van, de, van het Europees Verdrag een tekortprocedure starten als een land de drempel van de 3% van het BBP voor het begrotingstekort uh, overschrijdt. Of dreigt te overschrijden, of als een land een schuldratio heeft van meer dan 60% van het bbp die niet in een bevredigend tempo daalt. Als een land zich vervolgens niet aan het afgesproken correctietraject houdt, kunnen ze uiteindelijk verplicht worden om halfjaarlijkse boetes te betalen ter hoogte van 0,05% van het bbp totdat ze zich aan de regels houden. Maar goed, dit is eigenlijk nog nooit toegepast geweest. Maar misschien nog even terugkomen op de procedure eerst. Wat we nu hebben, dat is nog maar een voorstel van de commissie om een aantal landen op het, op het strafbankje te zetten. De Europese Raad moet dat nog bekrachtigen midden juli, maar dat zal ook wel gebeuren. En daarna is de volgende belangrijke datum 20 september, wanneer de landen hun voorstel voor corrigerende eh, maatregelen moeten indienen. Eh, aan de, aan de Europese Commissie, zodat de begroting weer op het juiste spoor terechtkomt. Deze datum van 20 september, daar kan nog lichtjes mee geschoven worden, maar half oktober, dus de laatste 15 oktober, moeten de uh, ja, maatregelen of moet het lijstje correctiemaatregelen echt wel op het bureau van de Commissie beland zijn. Tot slot moet worden opgemerkt dat landen enige speelruimte hebben wat betreft hun correctietraject. Niet alleen wat betreft het, het gegeven tijdsbestek, maar ook uh, wat betreft het type hervormingen dat zal worden doorgevoerd. Het voorstel van de commissie zal onget, ja, ongetwijfeld of onvermijdelijk gevolgen hebben voor het begrotingsbeleid in de landen, maar ook de politieke cohesie binnen de Monetaire Unie. Uh, ja, die kan worden. Aangetast, en het zouden zelfs gevolgen kunnen zijn voor de Europese Centrale Bank. Laten we beginnen met het begrotingsbeleid. Dit rapport van de Commissie markeert eigenlijk het einde van de bijna onbeperkte fiscale stimulus die we de laatste jaren hebben gezien. En ook al bieden de hervormde begrotingsregels meer ruimte voor investeringen, de aankondiging van de Europese Commissie onderstreept dat dergelijke investeringen in plaats van en niet bovenop andere uitgaven moeten komen. Op het politieke front moeten we ook vaststellen dat populistische, populistische partijen in Europa aan belang hebben gewonnen met economische beleidsvoorstellen die vaak heel duur zijn. En nu dat die ja, buitensporige tekortprocedure wordt opgelegd. Gaat dat natuurlijk in de landen waar die populistische partijen sterk staan voor heel wat spanningen zorgen? En uiteindelijk kan dat ook leiden tot spanningen binnen de Monetaire Unie als een of meer lidstaten in feite zijn voeten veegt aan die correctiemaatregelen. Tot slot, wat de financiële markten en de ECB betreft, zorgt de aankondiging van de commissie er duidelijk voor dat de houdbaarheid van de schuld weer op de radar van de financiële markten staat, terwijl de afgelopen jaren de focus bijna uitsluitend gericht was op groei of het gebrek daaraan. De vervroegde verkiezingen in Frankrijk hebben de bezorgdheden nog verder aangewakkerd en het rapport van de commissie ja. Dat, dat, zorgt alleen voor, of dat, dat zorgt alleen voor meer chaos op dit ogenblik in een politieke situatie die al moeilijk was nadat president Macron vervroegde verkiezingen heeft uitgeroepen. De recente trend in obligatierentes illustreert dit fenomeen. Tot februari van dit jaar lag de rente op tienjarige staatsobligaties in Frankrijk ongeveer 10 basispunten lager dan de Belgische tegenhanger. 10 basispunten is 0,1%. Waarschijnlijk vooroplopend op een verlaging van de kredietwaardigheid van Frankrijk door Standard Poor's begin juni werd dit verschil in maart al teruggebracht tot nul. Dus de, de Franse uh, rente op staatsobligaties en op Belgische staatsobligaties was gelijk in maart. Maar sinds de Europese verkiezingen, de ontbinding van het Franse parlement en de publicatie van de ontwerpprogramma's van het Rassemblement National op de rechterzijde van het politieke spectrum en van het Nouveau Front Populaire op de linkerzijde, is die Franse rente nu tien basispunten boven de Belgische rente uitgestegen. En we hebben ook gezien dat uh, over het algemeen binnen de Europese Unie, binnen de eurozone, zijn de risicopremies ten opzichte van Duitsland... Ja, zowat overal toegenomen. In het begin komen dergelijke rentebewegingen nog zien als tijdelijk en ruis op de obligatiemarkten, maar nu lijkt het toch meer en meer uh, op een vlucht naar kwaliteit, eh, dat is het fenomeen. Wanneer spanningen zijn, gaan beleggers typisch ja, schuilen in, 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 in papier van zeer goede kwaliteit en binnen de in de eurozone zijn dat typisch Duitse staatsobligaties, want die worden uh, ja geacht het meest veilig te zijn. En dus daardoor zie je nu dat uh, de renteverschillen tussen alle landen en Duitsland zijn toegenomen door die toegenomen spanningen. Tot nu toe heeft de ECB zich nog geen zorgen gemaakt over de stijging van de risicopremies, maar een verdere escalatie en een verbreding van de spread zal uiteindelijk de vraag doen reizen of de ECB geen gebruik zal moeten maken van haar nieuw instrument met de moeilijke naam Transmissiebeschermingsinstrument. Dat werd in 2022 gelanceerd, maar is nog nooit gebruikt. Dit is in feite een programma voor de aankoop van obligaties, en dat, en dat is bedoeld om landen te beschermen tegen een ongerechtvaardige stij, ongerechtvaardigde stijging van de obligatierente. Maar alleen op voorwaarde dat landen zich houden aan de Europese regels, waaronder de aanbevelingen van de buitensporig tekortprocedure. Concluderend kunnen we stellen dat het rapport van de Europese Commissie. Essentieel was om aan te tonen dat de nieuwe begrotingsregels toepasbaar zijn en ook bindend zijn. En het is ook een politieke wake-up call voor regeringen die, ondanks de hoge investeringsbehoeftes en de zwakke groei, het zich niet langer kunnen veroorloven om onbeperkt fiscale stimuleringsmaatregelen te nemen. Dit waarschuwingsschot is uiteraard niet zonder risico, omdat het uiteindelijk de politieke cohesie binnen de Monetaire Unie zou kunnen bedreigen, als een van de landen die onder de buitensporig tekortprocedure valt, weigert om de Europese regels na te leven. Dus u ziet, het kan nog een warme zomer worden binnen Europa en op de financiële markten. Dat was het voor deze keer en graag tot de volgende keer. Zo, dit is het voor vandaag. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Aarzel niet om onze EcoCheck-podcast te volgen, zodat u geen enkele aflevering hoeft te missen.